onderbroek met billen erin. Oké, het is amper 5 over 6. Of de gekkigheid begint al. Hallo lieve mensen, tof dat je weer kijkt. Deze week ga ik weer een heel speciaal experiment doen. Want ik ga namelijk een dag leven als Kim Kardashian. Ja. Ik zal je eerlijk zeggen, ik heb eigenlijk helemaal niets met de Kardashians. Ik heb dat programma nog nooit gezien. Tot voor kort volgde ik Kim Kardashian ook helemaal nog niet op Instagram. En ja, ik begreep gewoon niet echt de hele hype rondom haar. Nu ik wat over haar heb gelezen, ben ik wel gefascineerd. Vooral omdat haar leven natuurlijk totaal anders is dan de mijne. Maar om nog wat meer inzicht te krijgen, heb ik jullie gevraagd om mij te vertellen wat jullie zo interessant vinden aan Kim K. En dit waren jullie antwoorden. Goed, even terug naar haar eetschema, want ik ga dus haar dieet volgen ook morgen. Ik heb heel veel bronnen gevonden die zeggen te weten wat zij eet precies. Ik heb er uiteindelijk eentje gekozen, dus die gaan we doen. Let's go! Het is 6 uur. Nu ga ik e-mails checken in bed en daarna om 17:15 ga ik meteen sporten. Vet leuk man, vet zin in! All of the lights. Oké, het is amper 17:55 of de gekkigheid begint al. Want Miss Kardashian doet dus eerst fucking olie op haar benen en hele lichaam. Voordat ze de sportpakje aantrekt. Omdat ze dan denkt dat dat helpt met stretch marks en tegen rimpels en zo. Hoe doe je dan nog een broek aan? En het tweede dingetje, ik weet niet of ze dat nog steeds doet of dat het verleden tijd is. Maar ze trainde altijd met een waist trainer. Dat doe je dus om je middel en dan is het de bedoeling dat je daar dus extra vet mee verbrandt rondom je middel om zo'n mooie waistbetaille te krijgen. Nou, ik ken iemand die daar wel iets over te zeggen heeft. Wat het leuke daarin is dat als we dat 3-4 jaar geleden hadden gedaan, hadden we met z'n allen geroepen, Wat een bullshit, hè? Die Telcel-onzinnige foefjes. Maar het grappige is dat iemand trekt gewoon om de zoveel jaren al die onzin uit de kast om het vervolgens weer opnieuw op de markt te brengen. En keer op keer zijn er weer van die mensen die er toch weer in geloven. Het kan nog steeds niet, omdat je nog steeds geen plaatselijk vet kunt verbranden. Ja, ik snap heel goed dat je iets wilt doen wat sexier klinkt en sexier lijkt dan gewoon minder eten en meer bewegen. Maar vroeg of laat zul je toch toe moeten geven aan de feiten. Nou, dit is hoe het eruit ziet. Het is eigenlijk gewoon een soort van korset. Nou, en dan is nu dus het moment dat er een privéchef binnenloopt. Elke dag weer. En die gaat Kim en Kanye even vertellen wat ze allemaal gaan eten die dag. En ik heb dat niet, want ik heb daar helemaal geen geld voor. Tasty. Hey. Zouden Kanye en Kim ook zo samen ontbijten, gezellig? Nou ja, gezellig is nog maar de vraag met hem. Ja, maar dat is misschien wel accurate. Het zijn die twee mensen van wie ik nou het eerste woord wat in mij opkomt, gezellig is. Nee. Wel, wat is mijn rol precies vandaag? Moet ik iets doen? Ben ik nou Kanye? Voel je niet al Kanye? Kan jij dat niet al voelen? Kanye vindt zichzelf fantastisch en die onderbreekt mensen de hele tijd. Dus op zich ligt het me wel. Ja. Vind je het nou een beetje ja, maar dat doet hij dus echt de hele tijd, hè? Constant. Het is inmiddels 9 uur en om 9 uur 's ochtends, wat doe je dan? Ja, een bad nemen! Natuurlijk! Super logisch! Moet jij eens even opletten. Is het raar dat ik hier niet in durf te stappen, omdat ik bang ben dat ik dan helemaal blauw eruit kom? Nou, ik zie er inmiddels uit als een gerimpelde zeekoe, denk ik. Ik weet niet hoe lang Kim in bad blijft. Ik denk dat ik hier nu een 30 minuten lig. En ik ben helemaal in de war. Want nu is toch het moment dat je gaat slapen lekker. Maar nu moet ik nog aan mijn dag beginnen en ik ben vet rozig. En ik wil niks. Oké, dan is nu het moment van de aankledings. En als ik zeg Kim Kardashian, dan zeg jij natuurlijk... Kont, juist. Die is bij mij niet heel erg prominent aanwezig, maar daar heb ik wat op bedacht. Ik heb namelijk een onderbroek met billen erin. En daarnaast neem ik deze outfit als voorbeeld om mij nu
aan te kleden. Dat is verder helemaal niet buiten mijn comfortzone ofzo. Yeah. Let me lie, yeah. Let me lie, yeah. Yeah. Let me lie, yeah. Let me lie, yeah. What's inside? Oké, let op. Hey Kanye. Yeah. Valt jou iets op aan mij? Ten eerste dat je een fairly debiele outfit aan hebt van zaterdagmiddag. Ja. Oh, je hebt iets met je reet gedaan en je staat ook heel raar. Heb je een nep reet? Ik sta niet raar, dat is gewoon mijn reet. Oh, het is niet deze zo nep als ik dacht dat zoiets zou zijn. Nee? Hier kan je mensen wel mee foppen. Oké, als er... Oeh, ik heb wel lekker een kussentje onder mijn billen nu altijd. Als er iets is waar Kim onbekend staat, dan is het natuurlijk ook het contouren van het gezicht. Ik heb wat tutorials van haar gekeken, dus ik ga nu ook mijn best doen. Ik wens me succes. Oké, echt niets krijgt mij chagrijnig, maar nepwimpers? Jezus. Ik ben al een uur bezig die dingen al 5 miljoen keer overnieuw aan het opdoen. Er zitten allemaal lijmresten hier en ze zitten maar half erop en het is vreselijk. Oké, dan is het nu tijd voor lunch, 1 uur. En dat is niet quinoa met een dressing van goud en kaviaar, oesters en allemaal andere dure meuk. Nee, dat is gewoon kip of vis met groenten. Groentebroodje. Dat is vast een woord wat Kanye nog nooit heeft gezegd. Samen met groentebroodje. Super belangrijk onderdeel van de dag. Welkom bij het superdebiele namenspel. Want wat wij in ieder geval van begrijpen is dat als je een wereldster bent, kan je niet, een, als je een kind krijgt, dat kind zomaar een naam geven waar die iets mee kan. Anja, Gia. Dat gaat niet. Nee, dan moet je volkomen willekeurige geografische locaties aan jouw achternaam plakken. Ten einde een compleet onbruikbare naam te fabriceren als het kind zelf geen wereldster wordt. Jezus die zin! Jezus die zin zou al een naam kunnen. Let's go. Top. Red Sea Coral Gardens de Vries. Oeh, Red Sea, dat vind ik wel tof. Nog een keertje. Oké, top. Corcovado van de Malen. Dat is wel heel etnisch. Heel leuk. Om het af te leren. Top. Independence de Vries. Oeh, I like that. I don't mind that. Independence de Vries. North en Independence en... Mm-hmm. Hoe heet die andere nog? Chicago. Oh ja. North Independence en Chicago. Independence is echt wel hoe je volgende kind gaat heten. Echt wel. Ik vond het een succes. Ja, next. Helemaal vergeten dat ik gewoon nog helemaal geen selfie heb gemaakt vandaag. Nep Kim K. Dat ik er ben. Oké. Oké, shopping time. Echt, alles is lelijk en ik kan niks betalen. 3 uur, tijd voor een snackje. Maxi, Maxi. Hallo. Ik heb een product gemaakt, want dat doet Kim Kardashian ook altijd. Oh. Ja, wordt kijk. Ja. Vertel me meer. Want ik heb Marimojis gemaakt. Marimojis? Marimojis. En dit zijn zeg maar, dat heb ik via een app gemaakt met mijn eigen, mezelf ontwerpen. Ja. En deze heb ik zelf zo met de Photoshop gemaakt. En natuurlijk een kaasvlee en natuurlijk Gollum. En natuurlijk ik die kusjes geef en dat en zo. Ik denk dat dit een enorm succes gaat worden. Toch? We worden rijk. Honger. Welkom bij Koken met de Kardashians. Hallo, welkom. Avond eten. Wederom groenten. Wederom kip. Het had ook vis kunnen zijn, maar ik heb nog geen vega vis gevonden dat niet met paneermeel bezaaid is. Dus het wordt weer dit. Super spannend. Hashtag glam life. De meest glamorous aan Kim Kardashian's leven zijn de kussens. Zo. Ik ben in bed en ik ga nog even wat e-mails doen. Het is 9 uur.
En Kim gaat dus ook om 10 uur ongeveer al slapen. Snap ik wel, want je moet natuurlijk elke dag om 6 uur eruit om weer te gaan sporten. Spannender kan ik het niet maken, jongens. Dit was de dag van Kim. Eén ding wat me echt enorm is opgevallen aan gisteren is dat ze echt een ontzettend dikke reet heeft. Jezus, wat een reet. Is dat zoveel als reet. Je de filmen en wel, de meetings wegdenkt, dat ze dan eigenlijk echt een super normale dag heeft qua eten en qua doen, vroeg behalve eruit, vroeg qua erin. Reet eigenlijk verder. Ja, en dat snap ik ook wel, want wij hadden het er gisteren over, als je hele leven al voor jou wordt ingepland, dan wil je meeting natuurlijk dit, etentje dat, gala daar, we moeten naar een feestje van Kanye, weet je, allemaal dat soort dingen. Ja, dan wil je natuurlijk wel ook gewoon rust en normale dingen eten op de dagen dat je dat wel zelf kan in de hand hebt. Nou, dat eigenlijk. Ik vond het wel een leuke ervaring. Kim Kardashian, your life is boring as fuck. Kat gaat ondertussen helemaal los. Ja, jongens, bedankt weer voor het kijken. Als je nog nieuwe verzoekjes hebt voor mensen waarvan ik in het leven moet duiken. Zijn er nog mensen met een andere reet die we moeten bekijken? Dan hoor ik dat graag. Doei doeg!